Ja, prachtig, prachtig. Ik besef het nu nog niet echt, maar ik denk dat het morgen wel komt op de platte kar. Ja. Ja, jullie hebben heel lang aan het idee kunnen wennen. Maakte dat het extra lastig wellicht om nu eindelijk door te happen? Nou ja, wat je zegt. Ik bedoel, je hebt heel het seizoen heb je ervoor gestreden en sta je eigenlijk bijna heel het seizoen bovenaan. Of heel het seizoen bovenaan, dat weet ik niet precies. Maar ja, het is top als die wedstrijd dan hier is. En je moet winnen thuis, dat je dan kampioen wordt. Ja, dat is prachtig als dat ook gebeurt. Ja, deed een beetje denken aan de wielrenner, de Tour de France, de gele trui. Parijs is nog ver. En dan al die vragen van ja, wanneer moet die titel komen? En dan moet je een beetje een soort koelheid acteren. Ja, dat is inderdaad koelheid acteren. Ja, want je wil natuurlijk de titel ook hebben. En iedereen heeft gezien dat het gewoon bij PSV heel erg... iedereen snakt ernaar. De supporters, de staf, de spelers ook. En dan moet je wel zorgen dat het gewoon... Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan. Gewoon rustig blijven. En niet iemand al zegt van ja, we zijn er al of dit of dat. Iedereen bleef hongerig. En dan zie je dat we kampioen worden. Ja. Wat is nou in één zin het geheim van dit PSV? Ja, eenheid. Ja, dat zegt iedereen, hè? Ja, dat geeft al aan dat het er een uit is. Nee, zeker. Dat denk ik echt. Ik bedoel, soms... verschillende spelers die hartstikke belangrijk waren dit seizoen. En iedereen die elkaar helpt. Het was gewoon echt een team. Dat was het wel. Ja, wat ga je nou doen de komende nacht en de komende dag? Ja, weet ik niet. We zullen zien. We hebben straks volgens mij met het hele team nog etentje eigen. En morgen, morgen is het natuurlijk feest. Ja, ben jij dan iemand die ontzettend gaat zuipen? Of die enorm gaat genieten? Of die op andere manieren dat tot zich neemt? Ik geniet wel. Ik zuip niet, maar ik ga wel genieten.